eerste top 10 plaats is niet meer spannend, want die is voor Dorien. Dorien, de top 10 plaats al verdiend voor de pauze. Maar natuurlijk proficiat Dorien. Als een tweede top 10 finaliste, uw applaus voor Nora Ventriglia. Nora Ventriglia, onder ruitapplaus, mag ze ook daarvoor als onze tweede top 10 finaliste. De derde plaats in de top 10 gaat naar Birgit Salden. De derde plaats, derde finaliste, Birgit Salden. De vierde plaats, uw applaus voor Anouk Beyes. Anouk Beyes, daar gaat ook een leuke glimlach vanaf, de vierde plaats. De vijfde plaats gaat naar Axel Jamaar. Axel, onze vijfde finaliste. En ook een hartelijk applaus voor Olivia Tellaronic. Olivia Tellaronic, die mag er ook bij komen vooraan. Ook een hartelijk applaus voor iemand die deze avond met een zware blessure op het podium stond, want deze namiddag door haar knie is gegaan, Merel de Kapmaker. Dikke proficiat van Merel ook. En ook een hartelijk applaus voor Cara Verfaille. Cara Verfaille. We hebben nog twee plaatsen in onze top 10. Spannend, nog twee plaatsen. De eerste plaats gaat naar Lisa Laves. Lisa, dat wil zeggen, Lisbeth, dat er nog één heel fel bevochten plaatsje in die finale in die top 10 over is. Klopt. En dan wil ik een applaus voor dat tiende meisje, maar ook voor die fantastische dames die daarachter staan. De laatste plaats in deze top 10 gaat naar Chloe van der Stappen. Chloe van der Stappen, die verzilvert als laatste de top 10 plaats. Goed, ik zou eventjes vragen aan onze top 10 finalisten. Kunnen jullie in het midden eventjes een klein beetje uit elkaar gaan? Want ik wil nog een daverend applaus voor al onze andere finalisten die het minstens even voortreffelijk deden vanavond. Maar in de showbiz, in de media, luidt het spreekwoord natuurlijk: the show must go on. En dat doen we vanavond met deze 10 prachtige, bloedmooie dames. En ik heb de eer en het genoegen om eventjes een interviewronde te doen met hen. Oh, leuk. Vinden jullie nog altijd leuk? Want ik was er ook al bij de vorige keer. Toen vonden jullie dat minder leuk natuurlijk, in die vraag. Maar ik beloof, het wordt gemakkelijk deze keer. Gewoon simpele vraag. En ik heb deze vraagronde er bijna bewust zelf ingestoken. En weten jullie waarom? Je weet maar nooit dat de winnares van vanavond nog vrijgezel is. Want die slapen vanavond allemaal in Hotel Astoria. Komt dat tegen de presentator ook? Oeh, gaan wij samen slapen anders, mevrouw? Ja, het is vandaag nog een gedachte. Goed, onze eerste finaliste. Ik heb een vraagje voor u. Niet moeilijk, maar natuurlijk, de spanning die was zo meteen, die was zojuist te snijden. Wat gaat er nu in jou om? Ik heb geen flauw idee. Echt niet goed, wat denk je nu? Ik ben heel blij. Ben je heel blij? En had je het ook verwacht? In het begin misschien wel, maar toen we hier stonden met z'n allen, had ik toch een beetje te twijfelen. Toch een klein beetje twijfel. Ja, twijfel, dat slaat zo'n omslag om natuurlijk. Ik ga eventjes naar mijn rechterzijde. Je glundert, maar volgens mij, hoe hoog was jouw hartslag? Hoog. Heel ja. En nu? Nu een beetje beter al. Is dat een beetje beter? En wat verwacht je nu? Natuurlijk een top 10 plaats. Dat is heel mooi, want er zijn ook top 3 plaatsen, top 5 plaatsen. Ja, maar ik ben al blij dat ik in de top 10 ben. Ik heb mijn doel bereikt. Het doel is al bereikt. Ik ga eventjes naar Olivia, was het aan Olijfje. Hè? Dat was, ja. Olivia ken ik goed van Team Rocks natuurlijk, ook een blondine. Olijfje, ook voor jou een vraag natuurlijk. Ja, ik hoor altijd heel veel applaus voor jou. Wat verwacht jij nu nog van de avond? Een top 3 plaats? Ik hoop het. Ja. Ja, oké. Kort en bondig, ik hoop het. Wie hoopt het ook voor Olivia? Dat zijn er toch al een paar. Ik ga nog eens naar rechts. Birgit, was het?
Ja, inderdaad. Jij kwam er als een van de eerste namen uit. Hoe voelt dat? Ja, ik stond een beetje verbijsterd. Ik dacht zo, dat is te mooi om waar te zijn, maar ze hebben mijn naam wel echt gezegd. Dus, yes. Geloof mij, het is niet te mooi om waar te zijn. Je staat hier effectief bij de 10 finalisten. Geef ze ook een applaus natuurlijk, hè. En we hebben er nog een paar. Toen we eraan begonnen, zei je tegen mij, hoe hou je jouw stress onder controle? Maar blijkbaar is dat gerukt. Is dat gelukt? Oh, amai, wat een verkeerde woordkeuze zeg. Oh, die staat op beeld, sowieso. Maar blijkbaar is het gelukt. Zeg mij, hoe is het nu met jouw stress? Ja, vrij goed eigenlijk. Ik heb eigenlijk niets vast geleerd nu. Dus ja, ik zie wel hoe en wat, hè. Je ziet wel hoe en wat. En wat verwacht je? Wel, ik denk dat iedereen hier die hier nu staat, hoopt op een plaatsje in de top 5. Maar ik ben wel heel content met mijn plaats in de top 10. Ja, vandaag geef ze ook maar een applaus. Want volgens mij is die stress onder controle. We gaan dat ook eens aan jou vragen natuurlijk. Jij bent een heel communicatieve dame. Dat is waar, hè? Je hebt al enkele prijzen gewonnen natuurlijk. Ben je al gelukkig? Of denk je van, ja, er mag vanavond toch nog iets bij? Ja, ik denk, als ik eerlijk ben, iedereen heeft zich ingeschreven om Miss Fashion te worden. En daarvoor ben ik hier. En stel je voor, het kan natuurlijk dat het iemand anders wordt. Hoe ga je daarmee om? Een ontgoocheling of ben je toch heel blij? Ik ben heel blij voor die persoon, ja. Voilà. Dat is een sportieve dame natuurlijk. We gaan dat ook eens kijken. We kijken aan de andere kant. Je was de laatste, dacht ik, van de 10 of de voorlaatste. Dan zijn er al 8 dames die jou voorgaan. Wat denk je dan op dat moment? Het zal toch geen waar zijn? Ik dacht eerst dat mijn naam niet meer ging gezegd worden. Maar uiteindelijk is dat wel van het tofste van al dat toch nog komt. Dus ik ben heel tevreden. En ze ziet er ook heel tevreden uit, hoor. Als je van dicht kijkt, ze glundert. Waar zitten haar fans trouwens? Want dat zijn er ook een pak. We gaan eens kijken. Nora, zo was het, hè? Inderdaad. Jij ook een weelderige achternaam, hè? Ventrilia, ja. Ventrilia, inderdaad. Kom maar, al die Italiaanse namen hier vanavond. Jij bent de jongste kandidaten. Ja. Ja. Niet gemakkelijk. Je hebt het allemaal overleefd. Top 10. Hoe schat jij jouw kansen in om Miss Fashion 2019 te worden? Goh, natuurlijk hoop ik dat ik het word, maar ik gun iedereen het even hard. Dus ik ben al blij met mijn plaatje in de top 10. Ze zijn al blij met hun plaatje in de top 10. Ook een applausje. En dan kom ik naast jou staan. Jij was wel de allerlaatste naam, dacht ik. Maar je weet, dat zijn niet de plaatsen. Hè? Dat is random gekozen. Dus straks kan jij er misschien als eerste uitkomen voor die eerste plaats. Wat zouden jullie daarvan vinden? Zij zien het alvast zitten. Zie jij het nog zitten vanavond? Ja, zeker. Ik ben hier jaren gekomen. Ik gun het iedereen. Maar het zou super zijn, moest ik het worden. Je hebt sportieve kandidaten, je hebt ook gewoon eerlijke kandidaten, hè? Ah ja, natuurlijk, zo gaat dat. En dan ga ik nog eenmaal naar mijn rechterzijde hier. En dan kom ik bij Cara. Je bent een fantastische streek. Wacht, ik zal het anders zijn. We zijn de gast van Wevelgem Low aan ons streek. Ja, ik vermom het natuurlijk als presentator, maar ik kom uit jouw streek. Zij zijn heel enthousiast. Hoe zit het met jou, Cara? Even enthousiast als altijd, hè? Kort en bondig. En is het altijd een enthousiaste? Ja! Niet altijd. Ai, 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 ai. En dat uw leden van uw studentenclub zeggen. Niet te doen. Maar goed, we gunnen het jullie allemaal. We zijn benieuwd. Maar binnen enkele minuten